Nou, Britt, als we hier het antwoord op jouw vraag niet vinden, dan vinden we nergens meer. Ik bedoel, hier wordt al sinds de middeleeuwen kaas verhandeld, dus hier moeten we het weten, toch? Ja, ik denk het wel. We gaan op onderzoek uit. Als jij nou de mannen pakt met de groene en de rode hoedjes, dan pak ik ze met de gele en de blauwe hoedjes. Ja, is goed. Hey, succes. Ja, ja, joh. Meneer, zeg het eens. Weet u misschien hoe de gaten in de kaas komen? Dat komt door de opgeklopte melk. Kleine kleine muis. Mag ik je even vragen, weet jij misschien waarom de gaten in de kaas zitten? Nou, ik denk dat tijdens het bereiden dat dan de kaas een beetje, of de melk, een beetje losgeklopt wordt. Het is heel, het glas, daar zit een heleboel lucht in. Kijk, er zit lucht in. En dan eten de koeien het op en dan komt lucht in de melk en dan krijg je dus gatenkaas. Oké, bedankt. Oké. Hollandse kaas en pasta. Heb jij inmiddels het antwoord gevonden of niet? Nou, muizengras. Muizengras? Ja, ik heb nog iets met zuurstof en zo. Nou, ik geloof het allemaal niet. Ik denk dat het toch nog een hele klus wordt, Britt. Ja, ik denk het ook. Weet je wat? Je moet gewoon naar een kaaswinkel gaan, joh. Een kaaswinkel? Ik heb ooit een documentaire gezien over het kaaskevertje. Dat is een klein, klein kevertje, die zit dan in de kaas. En die bijt dan zo door de kaas. Zou het daardoor komen? Nou, dat denk ik echt niet. Nee? Nee. Dat, volgens mij heb ik heb het ergens gezien. Wie zal ik helpen? Even kijken. Oh, nee, daar zijn wij aan de beurt. Even kijken. Doe maar een stukje jong belegen. Klein stukje belegen en een stukje oude kaas. Het hoeft echt maar een... Een snipper. Een snipper, ja. Kleiner is het, kleiner niet, dan is het lucht. Doe ook maar een stukje Maasdammer. Ja. Juist. Ja, dat is hem. Kijk. Dit zijn gaten, hè? Toch? Ja. Britt, jij nog een stukje? Nee. Nou, kijk. Zuivelboerderij van Breugel. Ik bedoel, hier maken ze de kaas, dus ook de gaten. Moeten we het antwoord kunnen vinden? Ik denk het wel. Goedemorgen, meneer de kaasboer. Goedemorgen. 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 Wij zijn van Willem Weven. Misschien kent u het programma. Wij zijn op zoek naar de gaten in de kaas. De gaten komen in de kaas door de rijping van de kaas. En dat heeft alles te maken met wat er in de kaas zit. Zoals je ziet, hebben we hier nog de gewone melk. De melk is van de koeien die vanmorgen zijn gemolken. En hoeveel melk zit hierin, in deze bak? Hier zit ongeveer 1000 liter melk in. En hoeveel kilo kaas kan ervan gemaakt worden? Van die 1000 liter melk komt ongeveer 100 kilo kaas. En dan? Hoe gaat het dan verder? En dan gaat er zuursel en stremsel bij. Het stremsel is nodig om de melk dik te maken. Maar waar is het zuursel dan voor? Nou, dat zal ik je zo vertellen, maar dan moet ik hem eerst even uitzetten. Anders wordt hij te veel geroerd, hè? Anders wordt er te veel geroerd. Ja. Het zuursel is voor de smaakvorming in de kaas. En nu heb je verschillende soorten zuursels. Ja. En bepaalde zuursels zorgen voor de gatenkaas. Dus het zuursel zorgt niet alleen voor de smaak, maar zorgt dus in feite ook voor de gaten. Maar hoe werkt dat dan precies? Nou, in iedere kaas zitten kleine gaatjes. Oogjes noemen we dat. En die worden veroorzaakt door het zuursel, dus het omzetten van het melksuiker in het melkzuur. En dan komt er iets gas vrij. Ja, maar dat zijn die kleine gaatjes. Hoe komen nou die grote gaten erin? Door wat meer zuursel toe te voegen, krijg je dus meer gasvorming, waardoor er meer gaten in de kaas en grotere gaten in de kaas komen. Ja, want overal waar gas zit, daar zit natuurlijk geen kaas. Inderdaad, dat kan. Dus grotere gaten, minder kaas. Is eigenlijk heel logisch, hè? Ja. De pers gaat erop. De pers gaat erop. En hoe lang moet het nou onder zo'n pers blijven liggen? Nou, het moet nog een uurtje of vier onder de pers. En dan blijft het nog een uurtje of vier staan. En dan gaat het in het zoutbad. En waarom is dat? Dat is nodig voor de korstvorming en voor de stevigheid. En ook een beetje voor de smaak. Volgens mij zijn dit de goeie, of niet? Ja, dit zijn de goeie. Oké. En in wezen kun je het verschil al zien. Hè, deze is platter en deze is boller. En je kunt het ook horen.
Zie je, duidelijk. Maar nou willen we het ook graag zien. Dan zullen we ze door moeten snijden. Ja. Eens kijken. Ja, dat zijn kleintjes. De oogjes, hè? Zo noemen we het. Kleine gaatjes. Kleine gaatjes, oogjes. En wat zie je daar? Ja. Grote gaten. Je ruikt het ook, hè? Je ruikt het ook iets, omdat het iets gasvormend is. Hé, hey Britt, maar dan denk ik dat we nu het antwoord wel hebben, hè? Ik bedoel, ja. Je hebt de gaten gezien, je hebt ze gehoord en je hebt ze ook nog geroken. Even toch nog een klein testje. Ja. Oké. Okay. Zuursel? Gaten. Stremsel? Dikte. Zout? Korst. Kaaskever? Onzin.